Welkom bij Leeuwarden Actueel van donderdag 15 juli 2010. Thoutsen Kroes is zwanger. Dat vertelde ze woensdagavond opgetogen in het tv-programma RTL Boulevard. De in Jestermar geboren Friesin en haar vriend DJ Sunnery James, die onlangs nog op de dance-tour in Leeuwarden waren, verwachten hun kindje in januari van het volgend jaar. De Leeuwarden-advocaat Kees Huizinga van Trip Advocaten heeft de landelijke pleitwedstrijd gewonnen. Een pleitwedstrijd speelt zich af rond een gefingeerde rechtszaak, waarin de deelnemers de verdedigende of de aanklagende rol op zich nemen. De jury was het er unaniem over eens dat hij terecht de bokaal mee naar huis mocht nemen. De vliegende sportbrigade was gisteren in de Richard Krajicek Playground in Nederland. Mercurius was er weer bij voor een impressie. Het voetbalseizoen staat weer voor de deur. Vrijdag oefent Cambuur tegen Helmond Sport. De wedstrijd wordt gespeeld om 7 uur s avonds op het sportpark Schatzenburg in Menalden. De weg van Menam naar Schatzenburg zal worden afgesloten om te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Woensdagmiddag is op de Harlingenstraatweg het rijbewijs ingenomen van een 29-jarige vrouw uit Uithoorn. De vrouw reed met haar auto, waarin ook twee kleine kinderen zaten, 170 km per uur, daar waar 100 km per uur is toegestaan. Naast het innemen van het rijbewijs werd er uiteraard procesverbaal tegen haar opgemaakt. Dinsdagavond heeft Wetteschip Friesland een grote olievlek geconstateerd op de Westersingel in de stad. Na onderzoek bleek dat een schip een tankfout had gemaakt. Wetteschip Friesland kon door middel van het openen van de sluizen van Harlingen de olievlek buiten de stad vervoeren om stankhinder voor omwonenden en een daarliggende Rijnaak te voorkomen. Wetteschip Friesland werd door een alerte voorbijganger gewaarschuwd dat er op de Westersingel een grote olievlek dreef. Door de grote verspreiding kon de olie niet geruimd worden. In de loop van de dag is de olie grotendeels verdampt. De dader is door de controleurs van Wetterskip Friesland opgespoord en heeft proces verbaal gekregen. De opleidingen Master International Leisure and Tourism Studies en Master International Service Management van Stenden Hogeschool zijn excellent beoordeeld op het gebied van het onderwijsprogramma, de voorzieningen en de interne kwaliteitszorg. Dat heeft de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie NVAO bekendgemaakt. Stenden zegt hierdoor een bevestiging te hebben gekregen voor de richting die de hogeschool is ingeslagen met de beide opleidingen. In de vakantieperiode is het dierenleed enorm en dierenbeschermers zitten met de handen in het haar. Mensen laten hun katten niet castreren of steriliseren en denken dat ze de nestjes wel kwijtraken. Maar in de praktijk valt dat tegen. Dus worden de beestjes vaak gedumpt en belanden op straat of in het asiel. Bedenk wanneer u een dier aanschaft wat de consequenties zijn en laat het beestje steriliseren. Mercurius ging een kijkje nemen in het asiel. We merken nog steeds dat er elk jaar heel veel, vooral heel veel katten uh, gedumpt worden. Heel vaak zijn het uh, de ongewenste nestjes met jonge katjes. Mensen laten niet de poes steriliseren en die blijft wel op straat lopen dus die wordt zwanger en nou die krijgt dan één of soms twee nestjes per jaar. En dan blijkt dat mensen toch lastig zelf een nieuwe eigenaar kunnen zoeken voor de katjes en uh, ja zodra de katjes dan weg mogen bij de moeder en ze, mensen hebben geen eigenaar gevonden dan vind je overal jonge katjes. Dus ze worden wel in dozen in het park gezet of hier voor het hek. En, of gewoon losgelaten. En ja, hele jonge katjes die redden het gewoon niet op straat. Dus die komen allemaal hierheen. Dus uh, het, het nadeel is echt dat mensen de poes niet laten steriliseren.